Nou, Tinkie is er klaar voor. Dan gaan we ons laatste buitenritje van het jaar en alles ziet er zo stoer uit. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag één dag voor Oudjaarsdag, dus het jaar is eigenlijk bijna weer om en het is echt heel snel gegaan. En voor mij was het een jaar met eigenlijk vanaf februari best wel een down, zeg maar, omdat Tinkie kreupel is geworden aan de achterkant bij haar heup. En we hebben toen 2 weken aangekeken, alleen het werd eigenlijk niet beter, alleen maar slechter. Dus toen zijn we naar de dierenarts geweest. Nou ja, die zei ook van ja, hij is echt heel erg kreupel. Nou, toen moesten we haar gewoon op de wei zetten. En nou ja, gewoon lekker laten, gewoon wandelen mochten we allemaal doen. En dan moesten we gewoon aankijken. Maar ja, het veranderde gewoon de hele tijd niet helaas. Dus ze lag heel veel, dus had best wel pijn. Maar ze was gewoon wel vrolijk, dus we wisten ook echt niet wat we moesten doen. Dus op een gegeven moment, echt na 4 maanden of 4, als echt zoiets van ja, ik weet echt niet wat ik nog meer kan doen voor je. Dus je had eigenlijk een soort van opgegeven. Toen heb ik de osteopaat er 2 keer bij gehad. En na de eerste keer zat ze echt heel erg vast in de heup. Omdat ze waarschijnlijk gevallen is in de wei. En na de 2e keer was het eigenlijk al zo'n beetje weg. En toen moest ze ook bezig met oefening wijken aan de hand, zeg maar. Om alles sterker te maken. En die oefening doe ik nog steeds elke week. En sindsdien gaat het echt heel goed. En kunnen we gewoon weer rijden en alles doen. Dus het was wel een jaar met echt wel best wel een down. Maar ook wel weer een hele up, zeg maar. Omdat we nu gewoon weer alles kunnen doen als van tevoren. En ja, wat we gewoon niet verwacht hadden. Dus op zich, ik ben blij met het jaar. En nou ja, dit jaar heb ik dan nu dus een vriend. Sinds, wat was het nou? 8 oktober, sorry. Ik ben echt slecht in maanden onthouden en zo. Maar 8 oktober. Dus 8 januari, 3 maanden. En ja, het gaat heel leuk. En ja, maar waarom ik hier zit is, ik had nog een pakketje van Black Friday, want het was korting natuurlijk en dat kon ik niet laten. Dus ik ga straks even dit met jullie openen. En ik ga straks naar de manege en nou ja, het is, ik weet eigenlijk, het is wel 1 dag van Oudjaarsdag, maar ik heb eigenlijk zin om een buitenritje te doen. Want ja, ik ben vrij en het zonnetje schijnt op zich, maar het is natuurlijk best wel koud. Dus ik neem even mijn uitrijzweetdeken mee, want ze is natuurlijk net 2 weken geleden geschoren. En dan is het natuurlijk wel een beetje koud om dan zo naar buiten te gaan, want ze heeft natuurlijk nog echt nog geen haar. Dus dan doe ik dat dekje erbij op en anders is het denk ik wel een beetje heel druk. Dus ik neem jullie lekker mee met Tinkie en ik ga eens even laten zien wat er in mijn pakketje zit. Dus je hoeft niet meer te kijken. Ik heb een pakketje, ja. En nou, ik weet natuurlijk wel wat erin zit, want zoals jullie weten ben ik echt verslaafd aan Escatron. En dat is echt geen leuke verslaving, je moet er echt niet aan beginnen. Maar goed, ik heb deze gekocht. Er zit mijn haar ook niet zo strak in. Dat is echt heel nice. Nou ja, ik hou niet van hele felle kleuren. En bij Tinkie Jongie, ik ben echt wel een beetje wel donkerpaars, donkergroen, donkerblauw. Gewoon alle kleuren, maar dan donker. Ik zal nooit echt een knal geel dekje kopen of zo. Dat past gewoon niet bij ons, want wij zijn echt niet van fel. Dus ik heb een halsje gekocht. Het is dat wel gewoon echt een standaard kleur, maar ik hou eigenlijk best wel van standaard, zeg maar. Dus ik ben benieuwd. Dit is een touw, een bruine met een gouden gesp, want ik hou best wel van goud, zeg maar, qua kleur. Vind ik een hele mooie kleur. En ik heb ook een halster van, ik weet niet hoe die heet, maar dat is een zwarte met bont, zeg maar die heeft ook gouden. Dus dat vind ik gewoon echt heel mooi staan, ik denk gewoon een beetje anders dan altijd dat zilveren. Dus ik zag nu dit van Escadon en ik dacht, ja, ik kan wel weer denken van nee, maar ik wou nog heel graag één met goud. Dus dat gaan we snel weer. Maar, even kijken hoe zit het. Zo. Het is een beetje verdraaid. Oh, voor mij zit de clip gewoon helemaal niet goed. Zo. Zo, dat zie je. Maar, dit is het halster. Kijk, hij is bruin en Tinkie is ook bruin. Maar ik heb ook een leren hals voor Tinkie, die is ook bruin en het staat heel mooi, omdat het gewoon, weet niet. En die is ook met goud trouwens, want ik hou echt van goud. Maar ik zag deze en ik dacht echt, wauw, kijk hoe mooi, met het goud. En oh, ik ben verliefd. Dus als ik in de lente weer foto's laat maken met Tinkie, dan ga ik deze omdoen, denk ik. Ik vind deze wel echt heel mooi.
nog. Ik heb Tinky aan eten gegeven en ze hebben weer een schoon stal, want het is maandag. Ze hebben een lekker schoon stalletje. Dan ga ik even alle spullen halen en dan gaan we poetsen en opzadelen. Nou ja, we zitten eerst lekker met een muziekje. Ja? Even van eten en we gaan lekker naar buiten. Ja! Nou, ik heb Tinky hier staan en dan gaan we even poetsen, opzadelen en dan gaan we lekker naar buiten. Ze heeft net een snoepje gehad en dan gaat ze het slikken. Ik hier weer. Tinky is gepoetst en bijna helemaal opgezadeld. Yeah! En we hebben dit dekje, alleen het doet zo de zweetdekens erop, dus je ziet het niet echt. Maar dit paars Escadron dekje. Nou, de zweetdekens zit erop en je ziet het dekje nog bijna niet meer. En er zitten echt nog allemaal haren van Ted op. Want vorig jaar met carnaval was Tinky dus ook al kreupel. En toen ging ik op Ted, want deze hoorde bij onze act. Maar hij is wel lekker handig nu met het kou weer voor een buitenritje. Ik krijg het niet zo koud. Nee, en het blijft droog, want hij is natuurlijk niet waterdicht. Maar zijn we er zo klaar voor? Nou, Tinky is er klaar voor. Gaan we ons laatste buitenritje van het jaar in. Oh, het ziet er zo stoer uit. Nou, ik heb mijn Endomondo-app er even aangezet, zodat ik schrik dat ik als een kilometer gereden heb. En wat onze maximale snelheid was, want dat vind ik altijd wel leuk om te zien. Ik heb een beetje... Geeft dat niet zo niet op de knallen. Op zich hoor je best wel veel. Dan denk ik, oh, oké, ik had het niet verwacht vandaag, want het is morgen oudjaarsdag, maar misschien gaat het ook vuurwerk afsteken. En ik dacht ook dat je het alleen oudjaarsdag kan kopen, dus dat denk ik. Dus of het is allemaal nog een jaar of ik kan het wel af kopen. Maar we zullen wel zien hoe het gaat. Maar goed, ze heeft wel zin in, ze is vrolijk. Ze is gelukkig niet heel druk nog. Nee, ik weet niet of ze galopperen, want ik is wel druk. Maar we zullen het zien. Oké. Helemaal oortjes en een mooie dekentje. Ik heb net even wat stukjes gedraafd en ik heb een stuk galopeerd en het ging best goed. De zon die schijnt weer. En het gaat goed, hoor wel veel knallen, ook wel wat dichterbij, maar ze reageert soms een beetje, maar niet heel erg gelukkig. Dus we zullen zien hoe het verder gaat. Ze is heel braaf, misschien hoor je het ook op de achtergrond af en toe even zo knallen. Maar ja, ik ben tevreden. Het gaat beter dan ik had verwacht eigenlijk, soms schrik ik zelfs, dat ik best wel snel schrik. En dan schrik ze zelfs niet eens. Nou, ik heb een fotootje gemaakt van Tinky, die ik straks op Facebook heb gezet. Dat is best wel leuk geworden. En ik op Insta. En Tinky neemt gewoon lekker eten. Het is gelukkig wel lekker rustig hier. Kijk, als een schaduw. Goed, ik ga weer opstappen en dan gaan we weer verder. Naast, want hieronder zit zo'n vereniging. Maar die zijn dus met vuurwerk aan het gooien. Ik moet hier eigenlijk langs om naar het andere bos te komen. Dus ik dacht, ik stap wel even af voor de zekerheid, want dat is natuurlijk wel een beetje riskant. En dat is de zon. En dat willen we natuurlijk niet. Dus dan lopen we er even naast voor de zekerheid. Want we willen natuurlijk geen ongeluk. En ik zeg ook, als je een paard hebt die niet of die snel schrikt, ga dan echt niet rond deze tijd naar buiten. Kijk, ik weet dat Tinky niet weg zal rennen. Dat dus. Goed zo. Maar goed, daarom ga ik er dus nog niet op zitten. Maar ik leg mijn camera even weg.
Nou, gelukkig toen ze me zagen, gingen ze gelukkig stoppen toen ik daar bovenop stond. Gelukkig. Nou ja, het is goed gegaan. Maar goed, dan moeten we deze brug over. Dus dacht ik, blijf wel even vandaag dat ze wel weer beginnen. Oh, stomme zon. Dan zit ik erop en ik heb geen zin om van deze brug te kletteren. Of als ze er vandoor gaan op die brug. Dus we nemen nog geen risico's. Maar het is nu alweer rustig, gelukkig. Dat denk ik. Nou, ik heb nog een klein sprongetje gedaan, dus wij springen letterlijk het nieuwe jaar in, om het zo even te noemen. En ja, dat is ook grappig. Ik vind het jammer dat ze het in de bak gewoon niet wil doen. Of het moet gewoon veel strenger zijn, dat kan ook natuurlijk, maar ja. Dus ik ben tevreden, dus we gaan nu weer richting huis en dan uitstappen. En dan afzadelen, want de zon gaat ook al bijna onder straks en ik wil niet in het donker terug zijn. Dus we gaan zo weer lekker terug naar huis. Nou, we zijn bijna terug op de manege en we hebben 13 kilometer gereden, alleen hij schept natuurlijk niet scherp. En onze maximale was 76, maar ja, dat zal alweer niet kloppen, denk ik. Dat is wel heel overdreven natuurlijk. Het zal wel rond de 40 km zijn geweest. Nou, wel 739 calorieën verbrand. Hey, dat ging mijn kerstmaaltijd mee. En ja, lekker anderhalf uur buiten gereden met deze knapperd. We hebben het overleefd, hè? Ja. Ik denk hier, het is lekker aan het eten, dus dan ga ik nu mijn zadelkast even opruimen, want ik heb toch nog tijd zat. En dan ga ik hooi net vullen en dan ga ik lekker naar huis. Even kijken wat voor rommel ik allemaal in mijn kast heb zitten. Kan jij lekker eten? Nou, ik heb dit even hier neergedumpt en dan gaan we even kijken wat ik hier allemaal mee naar huis ga en wat ik even in mijn kast ga opruimen. Want het is één teringbende. Nou, de kast is weer opgeruimd. Dan leg ik alles heel net erin. En dat gaat allemaal mee huis, want er zit allemaal peesje in waar ik niks mee doe. Die ga ik allemaal te koop zetten. Dus dan heb ik hier gewoon mijn zeep, mijn staafcap. Hier zit mijn touwhalsters in. Hier hangt een reservehalster. Nou ja, en mijn kapitoonhalster. Mijn zeerhulp, mijn hoofdstel hangt hier. Nou, en die zweetdekentje voor na het rijden heb ik hier opgelegd. Dus nou is het weer allemaal netjes. Zo, nou, dinkies. Hoi netjes zijn we gevuld voor vannacht en één voor morgenochtend. En dan zijn we klaar voor vandaag, hè? Ja. Nou, goed je best gedaan met buitenrit. Ja. Dus bij deze wil ik deze video afsluiten. En tot volgende week. En vergeet niet te abonneren en een like te doen. En een reactie. Dus doei!